een soort maquette staan. En het is eigenlijk een spel. Een spel waarmee we proberen mensen duidelijk te maken dat als je iets bovengronds wil, hè, heeft dat ook een ondergronds impact. Ik heb hier een straat ingericht. Het is een straat die bestaat in Tilburg, de Jan van Gestelstraat. Er staan hier ook nog een aantal opdrachten hieronder die ook in de wijk nodig zijn. En dat is dat je klimaatadaptatie. Je wil dus het water wat valt op de straat, wil je eigenlijk de grond in hebben. De netbeheerders zeggen, we willen een travelkast erbij. En de bewoners willen een bankje in de straat bij een boom. Je krijgt 20 budgetpunten, dat je binnen je budget zoveel mogelijk klimaatpunten haalt. We hebben twee teams, een team ondergrond en een team bovengrond. Team bovengrond, wij zijn team bovengrond en bestaan uit de gemeentebewoners, winkeliers en een projectontwikkelaar. En wij maken mooie nieuwe ontwerpen voor straten, pleinen en wijken. Ons belang is om het beste en mooiste ontwerp te maken. En werken daarvoor graag samen met team ondergrond. Wij zijn team ondergrond en bestaan uit drinkwaterbedrijf, gas- en elektrabedrijven, telecombedrijven. We weten alles over wat er onder de grond zit. Ons belang is het toegankelijk houden van de kabels en leidingen en de kosten laag houden door goed samen te werken met team bovengrond. Op de weg hebben we geen andere obstakels. Dus als we de weg leggen, houden we de rest vrij. We gaan hem verleggen. Ja, oké. Okay. Team ondergrond, lukt het? Ja. Er is al een probleem, jongens. Er is een probleem. Ja, dat gaat niet. Oh. Oh. Die boom kunt toch niet lukken? Nee, jongens, dat gaat niet. Nee, gaat echt niet. Nee, sorry team ondergrond, dit is niet dwars liggen, maar het gaat niet. Hier liggen leidingen. Ik doe groen. Dus ja, hier kan geen boom staan, niks. Hier is allemaal vrije ruimte om dingen onder de grond ook te kunnen plaatsen, zoals de wortels dus in een boom. Dit is een stoep, dat dit een stoep blijft, is echt logisch. We gaan of een nieuwe plant in deze weg doen, okay. Of we doen gewoon zo dat we twee bomen hebben. Maar je kan ook de weg plaatsen, toch? Ja, dat zou ik eerder doen. Want dan kan je bijvoorbeeld deze weg vallen door. Ik studeer stedenbouwkunde en daar leer je vooral om boven de grond de ruimte te inrichten. Maar daar leer je niet om rekening mee te houden onder de grond. Eigenlijk besef je dan dat de bovengrond een wil heeft en de ondergrond heeft limitaties. Het was leuk om samen te werken, dus je had dan het ondergrondsteam en het bovengrondsteam. Maar je merkte eigenlijk al snel dat iedereen dat een beetje vergat in het achterhoofd en dat we meteen wel goed gingen samenwerken. Vooral de verschillende belangen. En dat je dus discussies krijgt. Met zo'n maquette zou je het kunnen noemen, dat je de boel in beweging kan krijgen. Dit zou je best wel bij elk project kunnen gebruiken. Maar eigenlijk denk ik het ook dat het belangrijk is voor bewoners zelf. Want die willen altijd heel veel, maar kijken dan niet realistisch naar ook wat er dus onder de grond gaande is. Oh, ik ben altijd aan het mopperen dat al 5 jaar lang Tilburg open ligt overal. En in één keer denk ik nu, oh ja, maar als het voor dit soort dingen is wat ik allemaal niet snap en niet doorheb, want voor mij ligt gewoon mijn straat open, ik sta niet stil bij wat er allemaal gebeurt, dan ben je wel veel toleranter voor die processen die daar rondom gebeuren.